Goedemorgen, middag of avond. En welkom bij deze hele trieste aflevering van Krimi TV. Ja, zo kun je alles kwijtraken. Zomaar. Er is hier iets misgegaan met mijn nucleaire reactor. En ik weet niet eens precies wat het was. Het is gewoon misgegaan. En nu heb ik hier een mooi groot gat. Je zult wel zien dat het basaltbrik toch wel aardig veel van de explosie binnenhoudt. Mijn mass fabricator en recycler, die leven gewoon nog. Het bestaat nog. Maar ik moet dus blijkbaar toch een betere reactor bouwen. De bucket bomb werkt prima. Maar als het redstone signaal valt, of als iemand met een watch of flowing time, kun je maken met magie. Ik zal het eens even laten zien. Watch of flowing time. Heel duur ding. Heb je dark matter voor nodig en andere magische dingen. Maar als je daarmee speelt in de server, dan vergeet redstone om af en toe een tik af te geven. En bijvoorbeeld ook de redstone van de thermal monitor. En dat is er waarschijnlijk mislukt. Iemand in deze server heeft namelijk heel veel magische items. Ik denk ook aan Watch of Flowing Time. En dan gebeurt dit. Jammer. Sinds onze laatste catastrofe met een nucleaire reactor zat ik aan een paar dingen te denken. Ten eerste, ik kan een reactor maken die 100% safe is, puur met magie. Maar dat wil ik niet. Ook wil ik niet met magie een geothermal fabriek opzetten, want het kan heel makkelijk. Dat zal ik uiteindelijk wel eens doen. Maar eerst gaan we gewoon op de ouderwetse manier solar panels maken. Ik heb alweer 2 stacks. Ik maak telkens van UU Matter, wat ik nog over had, maakte ik sticky resin, koper en ijzer. Daar krijg je aardig wat van, vooral sticky resin. Ik heb ook heel veel rubber over. Dit is inmiddels leeg. Ik zal even vlug naar mijn provisiekamer, of mijn storage room, hoe je het maar wil noemen. Even laten zien. Beetje rubber. Klein beetje heb ik over. Ik wist niet dat ik zoveel zou krijgen. Ik deed sticky resin erin, plop. En nou, dit kreeg ik weer terug. Van 5 stacks sticky resin of zo. Het schiet echt mooi op. Ik moet hier ook nog steeds een oplossing voor vinden. Want diamonds verbranden wordt ook wel een beetje saai af en toe. Ik wilde dat naar mijn recycler doen. Maar ik heb nog gewoon een cobblestone ding. En ach, die paar diamonds. Ik maal er ook niet om. Al die cobblestone mag voor mij ook wel gewoon direct de lava in gepompt worden eigenlijk. Misschien ook wel leuk. Alleen dan heb je telkens dat geluid boven op je dak. Plop, 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 plop. Oh, die overleeft het. Dat doen we niet. Zo. Ik heb hier, zoals jullie weten, voor mijn machinekamer heb ik een klein... ik heb hier wat solar panels en wat low voltage solar arrays. Dat staat allemaal op een MFA. Nou, die poweren hier de machines een beetje. Maar ik heb nou naast mijn base, dat zal ik gelijk ook even laten zien. Het is nog steeds een rotzooi hier. Ik moet dit ooit nog een keer... Deze buizen kun je allemaal in de grond verstoppen met covers. Want covers werken perfect samen met Red Power Pneumatic Tubes. Dus dat moet ik ooit nog een keer doen. Waar ga ik heen? Daar moet ik helemaal niet heen. Naar beneden. Hup. Ik heb hier nou de kabel. De glass fiber cable die ik had. Heb ik helemaal naar beneden gelopen. Naar waar eerst de dinges stond. De nucleaire reactor. Gaat ooit nog wel een keer een nucleaire reactor komen hier. Maar ik heb nu deze kamer maar gerenoveerd. Hier stond dus MFSU met de infinite loop. Dat als die vol was, dan gaf je een signaal naar de reactor. Ik maak ondertussen nog steeds scrap. Ik heb lekker wat voorraad. Nog steeds maak ik langzaam UU matter. Maar de stroom houdt het niet vol. En dan zal ik laten zien waar ik nu stroom van krijg. Ik ben dus bezig al die solar panels aan te sluiten op mijn nieuwe Tower of Power. Oh, daar moet ik heen. Ik heb ook eindelijk een deur. Ik ga hier nog iets fancies van maken met Red Power Frames. Maar ik heb hier dus een klein torentje gemaakt. Tower of Power. Er staan nu 3 medium voltage solar arrays op. Waar ik trouwens over naast zat te denken. Ik weet niet precies hoe het is. Ik moet het nog een keer gaan testen. Maar 1 medium voltage solar array geeft 128 EUT af. En 4 geven dus, als ik me niet vergis, 512 af. Maar je hebt 8 van die dingen nodig om een high voltage solar array te maken die hetzelfde doet.
Dus ik zat even sterk na te denken, is het niet voordeliger om alleen maar medium of sterker nog alleen maar low voltage solar arrays te gebruiken? Want kijk, een enkele solar panel geeft 1 EU per T af. Maar 8 daarvan in een low voltage solar array, ik zal het laten zien voor de mensen die het niet meer weten. Een low voltage solar array is 8 solar panels en een LV transformer. 1 solar panel geeft 1 EU per T. Maar een low voltage solar array, die geeft 32 EU per T. Dus dit is een verbetering. Maar als we dan gaan naar medium, die verbruikt dus 8 keer 32, maar die levert maar 128 op. Want als ik me niet vergis, is dat de helft van wat het zou moeten opleveren. Dus dat moet ik een keer goed testen. Misschien is het wel zo dat ze meerdere packets versturen. Want je kan oneindig veel packets van dezelfde stroomsterkte door een kabel gooien. Misschien dus dat de packets dat er meer packets zijn. Maar dat moet ik allemaal nog bekijken. Wat ik voor nu ga doen is gewoon eventjes wat low voltage, wat medium voltage solar arrays in die toren aansluiten. En de quarries laten lopen, want we hebben gewoon meer spullen nodig. Ik kan nu niet een nieuwe nucleaire reactor bouwen, want ik had ongeveer al mijn resources daarin gestoken. Het is een duur ding om te maken. En vooral al die uranium cells, die moet ik ook weer vinden. Dus vandaar dat ik inderdaad gewoon eerst de quarries moet laten lopen. Maar goed, ik ga hier even mee verder. Ik gebruik nog steeds gewoon de productiekamer die ik eerst had gemaakt. Ik maak gewoon zelf batterijen. Ik maak zelf machine blocks in al deze project tables. Hier heb ik nog wat refined iron om weer circuits te maken. Ik heb genoeg rubber voor kabels. Ik loop alleen wat achter op koper. Dus ik zal meer quarries moeten aansluiten. En nou ja, we moeten maar even kijken wat we verder deze episode gaan doen. Het wordt niet een geweldig volle episode. Maar we zullen wel even zien. Ik ga even vlug voor de mensen die het dus vergeten zijn. Low voltage transformers maak je op deze manier. Klik. Dan maak ik er 16 van. Dan doe ik dit. Zo. Heb ik low voltage solar arrays. Exact 16. En daar maak ik dan weer met gouden kabels. Even zien. Ik maak maar even een paar. Want je hebt ze toch altijd nodig als je met medium voltage aan het werk bent. Zo. Een paar in advance, om het zo maar te zeggen. Wauw, ik kan gewoon even letterlijk niet bedenken hoe ik dat in het Nederlands moet zeggen. In advance. Van tevoren, denk ik, dat de meest trouwe vertaling is. Wauw, en dan ben je een Nederlands gaming kanaal. Trouwens over mijn nanosuit, wat ik zou upgraden naar het naar het quantum suit. Mijn iridium ores zijn ook vernietigd in de explosie. Dus dat gaan we nog even niet kunnen doen. Wat heb ik nodig? Ja, zoveel. 2 machine blocks moet ik maken. En dan heb je dus medium voltage. Transformers. Die heb je nodig. Op deze manier. Huppa. En die kun je dan weer gebruiken om een medium voltage solar array te maken. Die ik dan weer aansluit op mijn... Die bug zit nog steeds in Minecraft. Dat is als je per ongeluk 3 keer tikt. Of als je je sprint onderbreekt. Dan heb je eventjes zo'n rare schok. En als je dan blijft doorlopen, dan blijft hij ook schokken. Maar goed. Huppa. Huppa. Nou, we hebben nog ruimte voor 4. Ga ik op den duur wel doen, maar voor nu is dit genoeg. Dit moet namelijk meer dan voldoende zijn om een MFSU te vullen. En aangezien er nog maar 1 MFSU is die gevuld moet worden, die continu gebruikt wordt door de mass fabricator. Oh ja, tuurlijk, het is nu nacht, dus hij doet nou niks. We gaan even terug omhoog. Even slapen. Oh, wacht, we doen gewoon home, tuurlijk. Even slapen. Dan kunnen we gelijk even testen. Want dat is wel belangrijk. Dit is dus 5 keer 128 EU wat is aangesloten op de solar panels. En nu de zon schijnt, moet dus en de mass fabricator kunnen lopen. En moet deze dus langzaam omhoog gaan. Nee, hij gaat niet lang... Oh, tuurlijk, ik heb nog wat recyclers erop staan.
Oké, daar heb ik dus nog meer stroom nodig. Want die recyclers die vergen ook nogal wat. Vooral met die overklokkers erin. Als ik die overklokkers er allemaal uithaal, dan vragen ze maar 3 EU per tik of zo. Of 32 exact, ik weet het niet. Maar dit gaat waarschijnlijk niet omhoog vandaag. Maar ik heb in ieder geval wel progress en ik krijg dus langzaam UU Matter. Dus ik kan straks mijn quantum suit misschien alsnog maken. Oh ja, voor de mensen die zich afvroegen hoe ik dingen maakte. Zoals bijvoorbeeld koper. Maak je op deze manier 5 copper ores. Op deze manier maak je iron ores. En dit is sticky resin. 21 stuks krijg je daarvan. Dus dat is meteen 63 rubber per 4 UU matter. Dus verkijk je daar niet op voordat je de hele wereld aan rubber maakt zoals ik net heb gedaan. Ik weet echt niet of ik dat ooit nog opkrijg. Nou in ieder geval, ik laat dit maar mooi even draaien. Misschien dat hier straks nog verandering in komt als deze stroombalkjes vol zijn. Oh, die zijn al vol. Bijna. Want omdat hij nu ook intern wat meer power nodig heeft. Ik denk misschien is het daarom dat hij wat meer slurpt. Maar als dit... Als dit niet omhoog... Het blijft wel stabiel. Dus hij verbruikt wel netjes alles. Weer een UU matter. Dit schiet wel mooi op. En het is een goede setup. Een werkende setup. Alleen we hebben dus een andere bron van kracht nodig. En daar moeten we even aan gaan werken. Want ik ga het niet weer riskeren om hier onder in mijn basis... Althans, een nucleaire bom te maken. Want het is eigenlijk gewoon een bom wat je maakt. Dit had ik ook gedaan. Als deze vol zit, wat nogal eens gebeurt... Dan doe ik even... Dit is een tijdelijke oplossing. Ik weet niet of ik met pistons ook covers ergens tussen kan schuiven. Als dat zou kunnen, dan is het leuk. Dan kan ik met een druk op de knop... Kan ik besluiten van... Oké, nu moet je ophouden. Maar nu is dus alle... Cobblestone die de blokbrekers niet kwijt kunnen, gaat dus naar mijn normale sorteersysteem. En dat is dan wel weer leuk. Zo, dit weg. Dan hou je ook wat meer cobblestone over. Maar ja, wat moet je met al die cobblestone? Want ik gooi toch mijn diamonds meestal weg. Meestal bedoel ik altijd mee voor de sceptische mensen onder jullie. Nou ja, ik laat het voor nu maar even zo. Ik hoef ook geen extra cobble te maken. Ja, ik denk dat we binnenkort toch eens gaan beginnen aan AMC generators. En dan heb ik het niet over energy condensers en energy, hoe noem je dat, collectors en relays. Mensen kennen ze wel uit mijn vorige Let's Play. Ik heb toen ook energy collectors gebruikt. Dit houdt in dat als er licht in de buurt is, kun je items creëren. Alle items die je maar wil. En dat kun je zelfs met glowstone aansturen en zelfs met torches als je echt goedkoop bent. Dus... Dat is in mijn ogen gewoon cheaten. Maar als je toevallig een leuke manier weet om EMC te genereren, dan vind ik het wel geoorloofd. Nou zijn er een paar dingen, zoals bijvoorbeeld cobblestone naar een condenser sturen. Dit vind ik gewoon... Het gaat heel langzaam hoor. Ik bedoel, je verdient hier echt geen wereld aan diamanten aan. Maar toch vind ik het een beetje lame om het op deze manier te doen. Wat ik dan wel weer leuk vind... Even kijken, hoe werkt het ook alweer? Als ik sandstone in een compressor doe, waar is mijn compressor? Ja. Sandstone in een compressor... Nee, sorry, sand in een compressor wordt sandstone. Maar sand is 1 AMC waard en sandstone 4. Doe ik echter sandstone in een macerator... Oh, dan krijg je weer gewoon 1 zand. Oké, dus dat werkt niet. Maar, wanneer je een energy condenser gebruikt, dan kun je dus een blok wat 1 EMC waard is veranderen in een blok dat 4 EMC waard is. Zet je dat dan weer terug om in zand, dan heb je dus in feite winst. Dan heb je een EMC winst. Nou vind ik dat nog steeds een beetje mager, maar we kunnen het ook anders doen en dat gaan we ooit op een dag wel doen. Maar ik ga er nou nog niet misbruik van maken. Ik wil eerst laten zien dat je met UU Matter en een goede energiebron... dat je ook heel veel items kunt maken. Nou ja, dit is in ieder geval een van die leuke trucjes. Je kan zand veranderen in sandstone, wat meer waard is.
Ja, ik ga zo even kijken bij mijn queries. Het is dan ook bijna klaar. Moet ik weer opnieuw instellen. En ja, sorry dat we deze episode niet echt leuke dingen doen. Ik wou het quantum armen maken en dingen met UU Matter. Maar ja, zoals jullie weten, is de boel ontploft hier. Dus dat wordt hem helaas vandaag niet. Is deze al wat stabiel ondertussen? Nee, hij vreet nog steeds alle stroom. Oké, deze recyclers die vreten dus samen meer dan 128 EU per tik. Oké, dus dat schiet niet op. En jij bent nog steeds mooi bezig. Af en toe krijg ik weer UU. Mooi zo. Ja, ik ga nog eventjes wat onderhoud doen. Nou, om toch nog iets leuks en productiefs te doen deze aflevering, gaan we eventjes laten zien hoe we een miner maken. En dan denk je misschien van, waarom hebben we een miner nodig? Want, oh, die wil ik terug, dank u. Waarom hebben we een miner nodig? We kunnen het toch gewoon queries gebruiken? Ja, dat is zeker waar, maar het probleem met queries is dat queries vernietigen je hele landschap. En dat vind ik zelf altijd een beetje jammer. Ik ben nogal een natuurfreak in Minecraft. Ik wil het landschap zo netjes mogelijk houden. Wat we nodig hebben is een heleboel tree taps. En dat zal ik laten zien. Voor de miner hebben we electronic circuits nodig. Niks nieuws, gewoon standaard wat we altijd al nodig hebben. Machine blocks van refined iron, maar ook mining pipes. En deze zijn van refined iron en tree taps. En dan krijg je er 8 van. Je hebt ongeveer een stack nodig per miner die je opzet. Dus we gaan een setup maken van 4 van die dingen. Dus als ik me niet vergis, moet ik. Nou, dit is misschien niet genoeg, maar we kijken wel even. Dat zijn er 8. Dit moet eventjes met de hand. Dat is heel vervelend. Ja, dit is wel genoeg. We maken. Althans, dat denk ik. Nou, anders maken we er eerst maar 2. Ja, dit is niet genoeg. Oké. Maken we eerst 2 van die dingen. Ik heb nu anderhalve stack. Dat schiet ook niet echt op. Ja, dit kost nogal wat hout en dergelijke. Dus hou daar rekening mee. Je hebt heel wat tree taps nodig. Nou, hier vooruit nog een stack hout erbij. We gaan all out vandaag. Meer tree taps. Nog achterbij. Dat moet eerst voldoende zijn, als ik me niet helemaal vergis. Hoppa. Nog een paar. Twee. Drie. Vier. Nu heb ik 2 stacks. Oké, dat is eerst genoeg. Deze maar weer even terug. Die maar weer even terug. Refined iron hebben we nog meer nodig. Want we moeten niet alleen een miner maken. Die ook nog 2 mining pipes kost. Dus ik mag nog wat extra maken. Zie ik net. Gewoon voor het maken van de miners. Zo. Wat we ook nodig hebben is een OD of een OV scanner. Ik zal het verschil even laten zien. Dit is een OD scanner, ore density. Dit item los doet ongeveer hetzelfde als een divining rod. Dus dat is ook wel leuk om te weten. Als je echt geen magie wil gebruiken, maak een OV scanner of een OD scanner. Loopt op batterij, op energie, moet je opladen. En dan kun je ongeveer hetzelfde doen als een mining rod. Divining rod, dus dan kun je dus de ores uit de grond halen. Wij maken hem eventjes op deze manier, want dat is het makkelijkst, zonder eerst een OD-scanner te maken. Want je kan dus een OD upgraden naar een O4, maar je kan ook in één keer O4 maken met een RE-battery. Dus doen we dat. Advanced circuits heb ik nog wel één van, als ik me niet vergis. Hier even kijken. Ja, eentje. We hebben 2 gold insulated cables nodig. 2 stuks. En wat nog meer? Ik ben het alweer vergeten. Battery, ja. Battery kost ons 2 redstone. En een kabel. Copper cable. En wat tin. 1, 2, 3, 4. Ja, en mijn resources raken echt vlug op. Ik heb echt bijna niks meer. Ik heb nogal wat nickelite en emeralds, maar ik gebruik bijna geen emeralds meer. Want die tools die zijn niet meer interessant voor mij. Dus dan gebruik ik ze eigenlijk nooit meer. RE battery, dankjewel. Hoe was het ook alweer? Vraagtekentje. Glowstone heb ik ook nog nodig. Fijn. Glowstone.
Oké. Nu gaan we hem echt maken. Eindelijk. En. Oh, dat moet een charged. Hij moet gecharged worden. Geen probleem. Daar hebben we een charging bench voor. Ja, sommige van deze recepten komen echt heel precies. Je kan trouwens zien dat hij gecharged moet worden aan het feit dat dit rode stipjes zijn. Zul je zien hier één rood stipje. Als je nog wat verderop laat, zijn twee rode stipjes. En uiteindelijk drie rode stipjes. Nou, hij is eindelijk helemaal opgeladen. Mooi. Als het goed is, werkt het recept nu wel. Zo niet, dan sla ik mezelf voor mijn kop. Want ik word een beetje gek van het gepiel op deze manier. Ja, een OV-scanner, dank u zeer. Wat we ook nodig hebben is een nieuwe diamond drill. Dus we maken eerst een mining drill. Ook weer een batterij voor nodig. Gek genoeg kan deze wel gewoon gemaakt worden met een lege batterij. Maar die OV-scanner blijkbaar niet. 5 refined iron en. Poeh, het vraagt nogal wat. Wat tijd allemaal om dit te maken. Waarom hebben wij een mining drill nodig? Omdat een miner werkt met de tool die je erin doet. Het moet een electric tool zijn, het kan geen. Hoe noem je dat? Het kan niet een pickaxe zijn of iets dergelijks. En nog een battery. Dus weer twee redstone. Een cable. En tin. Vier stuks. En wat we dan ook nodig hebben is drie diamonds om hem te upgraden. Dat zijn ook bijna mijn laatste diamonds. Om hem te upgraden naar uiteindelijk de diamond drill. Want die werkt veel sneller in een miner dan gewoon een normale drill zoals we deze maken. Mining drill, mooi. Diamond drill, mooier. Oké, nu hebben we twee diamond drills. Een snelle manier trouwens om een op te laden is als je een lab pack hebt. En je haalt even een blokje weg met dat ding. Oh, dan moet het wel een blok zijn dat ik weer terug kan zetten zoals een torch. Dan laat hij hem weer op, want dan laat hij hem op uit de lab pack. Dus dat is een leuke tip voor jullie. Toch nog iets geleerd deze aflevering? even kijken. We hebben een diamond drill. We moeten een miner maken. Machine block. Electronic circuits. Ja, ik wou er eerst vier maken, maar. Ah, ik kan ook wel. Maak er maar vier. Zo. Later moeten we meer mining pipes maken als ik weer stuff heb. We hebben een OV-scanner. Wat we nou alleen nog nodig hebben is een bron om hem op aan te sluiten. En ik zat te denken aan een bedbox en wat low voltage solar arrays, want die heb ik nog ergens liggen, ten eerste. En ten tweede heb je dat nodig, low voltage, want ze werken niet op hoger. Ik ga de laatste spullen even pakken en dan gaan we het opzetten. Voordat ik het vergeet om te noemen, we hebben ook een pump nodig. Een van deze. En er zijn een paar pumps in het spel, dus je moet er goed om denken welke je gebruikt. De meest logische verklaring is, als je kijkt naar het recept, deze gebruikt Blue Alloy Ingot, Blue Electric Motors en Fluid Pipes. Dit zijn alle drie Red Power items. Dus dat is sowieso niet wat we nodig hebben. Deze pump is een mining well en een tank. En deze mining well gebruikt Iron Gears. Dus deze is van Buildcraft. Deze pump staat er toevallig ook bij, Shaped IC2 Crafting. Deze is van Industrial Craft. Deze hebben we ook nodig voor naast onze miner. Want wat doet dit? Elke keer als je water of lava tegenkomt, dan slaat hij het op in cells. En die cells kun je dan weer gebruiken om bijvoorbeeld een geothermal generator te poweren. Of je kunt de lava cells gebruiken in. Nee, volgens mij kun je ze alleen maar gebruiken in geothermals. Maar het is wel handig. En voor magiërs, ze zijn ook nog aardig wat waard in EMC. Even kijken, een lavacel is 128 waard. Dus dat is zeker niet verkeerd voor de aspirerende magiër. In ieder geval, we gaan nog een pump erbij maken. En dan gaan we eindelijk de boel eens even aansluiten.
Dus wat hebben we nodig? Een machine block, zoals deze. Een electronic circuit, 4 empty cells. En 2 van deze. En nou vergeet ik natuurlijk wat. Ja hoor, een tree tap. Maken we ook nog een extra tree tap. Oh, dat is één te weinig. Deze aflevering wordt waarschijnlijk belachelijk lang voor hoe weinig content erin zit. Maar we zullen het zien. Ik hoop dat het nog enigszins vermakelijk is voor jullie om te kijken. Anders hoor ik het graag wat ik eraan kan doen om te verbeteren. Zo, een pump. Hoppakee. Die hebben we nu ook. Dan gaan we eindelijk de boel opzetten. Oké, we zijn eindelijk klaar om er eentje op te zetten. Dit is alles wat we nodig hebben om het effectief te doen. Low voltage solar array, een batbox, een miner, een world anchor om de chunk geladen te houden, een volledig opgeladen diamond drill, volledig opgeladen OV-scanner, mining pipes, een pump, empty cells, het liefst een stack, een kist en wat bekabeling om het uiteindelijk dus te kunnen gebruiken. Oeh, dat is nogal wat. Oké, eerst sluiten we de batbox aan met een low voltage solar array erbovenop. De batbox die laadt nu langzaam op. Daaraan maken we de output, 2 kabels. We hebben dus nodig de eigenlijke miner en een pump. Die pump moet hiernaast komen te staan. Dit is de miner. Mooi. Hij doet nog niks, is ook de bedoeling. En deze pump vullen we op met empty cells. Oh, hij is al iets aan het doen. Ik weet niet precies wat, maar... Oké, nee, prima. ik weet niet precies wat dat inhoudt. Oké, we hebben dus pipes nodig. Hier. En we hebben een diamond drill nodig en een OV-scanner. Oké, nou gaat hij eindelijk beginnen. En hij pompt dus alle items uit de zijkant. Nou, dat wil je niet, dus je zet er een kist naast. We kunnen... deze is niet nodig trouwens, je hebt maar 2 kabels per stuk nodig. Je kunt natuurlijk een world anchor hier plaatsen om de chunk altijd geladen te houden. Nou, waarom niet hier? Staat wel leuk. Als het goed is, loopt dit ding straks... Kijk, hij gebruikt nu mining pipes en als je meekijkt... dan zie je dus dat hij aan het mijnen is. Dit is de eigenlijke miner. Waarom hij nu stilstaat, weet ik niet precies. Maar het ziet eruit. Hij wil iets niet doen. Is de batbox leeg? Ja, batbox is leeg. Ik verzamel gewoon niet genoeg power, dat is het. Dat kan ik uitleggen. Want des te meer... des te hoger, zeg maar, de diamond drill en de OV-scanner, des te hoger dat is, des te meer spullen je nodig hebt. Dus wat ik misschien beter kan doen, is medium voltage en een MFE en dan een low voltage transformer ertussen. Dus dat ga ik maar even doen. 1 low voltage transformer. En ik moet voor nu maar eventjes deze hier weghalen. Dan heb ik nog een MFE nodig. En nou gaan we onze laatste diamonds gaan we verbrassen aan deze MFE, want die hebben we gewoon nodig. Het is een stuk handiger. Wat zoek ik? Ik zoek een machine block, ja. Nou, we hebben ook bijna geen andere goods meer, maar we moeten het er maar mee doen. Hoppa. 4 van deze bad boys. En dan de crystals eromheen is een MFE. Volgens mij hebben we nu echt alles. En daar gaat hij dan eindelijk. Low voltage. Medium voltage. Dit houdt ook nog wat over. Dus 's nachts dan runt hij ook. Ik vind ook voor dit soort apparaten vind ik het best om een MFE en een medium voltage solar array te gebruiken. Dan loopt hij tenminste 's nachts ook nog. En nou, zoals je kunt zien, hij verbruikt dus pipes. En alles wat hij vindt, stopt hij hierin. Nou, weer wat copper ore erbij, weer wat iron ore. Nou kun je dit natuurlijk aansluiten op een ender chest, zoals ik ook doe met mijn quarry. Ga ik waarschijnlijk ook nog doen. Maar ik wil sowieso een stack dirt bewaren elke keer, zodat... kijk, als hij straks klaar is met dit alles,
En hij pijpt niet naar beneden. Dan kun je hier dirt of cobblestone of wat dan ook, kun je hierin stoppen. In plaats van waar die pipes zitten. En dan haalt hij de pipes weer op. En dan plaatst hij dus weer een rij cobblestone of dirt of wat je er maar in steekt. Dus waarschijnlijk zal ik dirt gebruiken, zodat het weer mooi level is. En dan schuif je hem gewoon 18 blokken op, want hij pakt dus een 9x9 gebied. Schuif je hem 18 blokken op en dan kun je helemaal opnieuw beginnen. Dit is stukken cleaner dan een quarry. Het gaat super veel sneller. Je hoeft niet een gigantisch gat weer dicht te gooien. Dit gaat gewoon, het is lekker vlug, efficiënt. Alles wat je wilt is het eigenlijk. Kijk, daar gaat hij. Gaat zo meteen weer een naar beneden waarschijnlijk. Want hij klaar is hier. En hier haalt hij dus oors vandaan. Nou, hier zitten nog oors. Je kan dus later, als je zelf wil, deze tunnel uitgraven. En zelf de oors eruit halen. Ga ik nu ook even doen. Ik ben er nou toch. En we hebben een groot kopertekort. Dus ik pak het gewoon allemaal mee. Wat je kunt doen eventueel. Want kijk, hij graaft dus een tunneltje. Naar de oors die hier nog net op het randje zaten. Dit is waarschijnlijk allemaal cobblestone geweest. Oh, daar ging hij. Ging net een naar beneden. Net als hier. Dan graaft hij ook op deze hoogte graaft hij een tunneltje naar de oor. En op de andere hoogte. Alles wat er net buiten valt, dat pakt hij dan niet op. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als een quarry. Die pakt dat ook niet op. Maar goed, we laten deze lekker runnen. Dit doe ik hier. Oh, uranium. Altijd fijn. Dit laten we runnen. En dit is ook zomaar klaar trouwens. Hier hoef je weinig aandacht aan te besteden. 64 cells. Het is misschien wat veel. Maar stel dat hij er allemaal lava cells van maakt. Oh, hier moet trouwens ook een kist naast voor ik het vergeet. Dat is wel handig. Ik had alvast wat extra miners en OV-scanners gebruikt. Maar ik heb zo weinig resources dat ik er niet eens 4 tegelijk kan aansluiten. Maar ja, als hier een kist naast zit, dan pompt hij de items daar ook in. Dus dit is de setup. Stukken cleaner dan een quarry eigenlijk. Kijk, mijn quarry die is nou nog steeds bezig. Maar die haalt dus zoveel dirt en cobblestone en andere onwillige items. Dat dit gewoon stukken beter is. Ik zou altijd voor deze optie gaan, als je de keuze had. Maar dus, hou er wel rekening mee dat je heel wat resources kwijt bent. Het is misschien niet zoveel diamonds als een quarry, maar wel heel veel andere willekeurige items. Zoals refined iron en hout en dat soort dingen. Dus hou daar rekening mee. In ieder geval, ik ga deze aflevering afsluiten. Hij duurt al veel te lang en we zijn al veel te lang bezig met eigenlijk helemaal niks doen. Dus ik zeg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij Krimi TV.